Een van de 13 arrestanten die vandaag in de vroege ochtend is ontsnapt uit het cellenhuis van bureau Keizerstraat, is al ingerekend. Dit bevestigt korpschef Roberto Prade. Hij benadrukt dat het Korps Politie Suriname alle nodige maatregelen treft om de andere 12 ontvluchte arrestanten zo snel als mogelijk in te rekenen. Dus er is één weer aangehouden. Dus we zitten nu op 12. De verschillende diensten zijn bezig met de zaak. Dus het is verwachtbaar dat de rest van de groep binnen niet al te lange tijd weer zal worden ingerekend. Het merendeel van de ontvluchte arrestanten is positief getest op COVID-19. Deze groep was eerder ingesloten op het bureau Nieuwe Haven. Na een opstand daar heeft de korpsleiding besloten om een deel van de arrestanten over te plaatsen naar het cellenhuis Keizerstraat. Dus alle 13 arrestanten zijn positief op dit moment? Nee, een deel. Zeker de helft van de groep is besmet. Dus het is sowieso zaak dat de samenleving alert is. En als men deze mensen kent, gaat men dan melden. Maar bij de politie zal ze zo snel mogelijk weer kunnen worden ingerekend. Want ze vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Gezien de positieve uitslag van de swabs vormen deze arrestanten een groot gevaar voor de volksgezondheid. Prade zegt dat er na overleg met de waarnemend procureur-generaal een officiële opsporing de deur uit zal gaan. Uit een voorlopig onderzoek is gebleken dat de spijlen van de cel zijn weggezaagd. Ondertussen circuleert er op social media een namenlijst, maar de korpsleiding kon niet bevestigen of het om de namen van de ontvluchte arrestanten gaat. Bij elke ontvluchting volgt er een onderzoek. Dat is standaard. Dat is standaard. Dus dat volgt sowieso een onderzoek. En dan gaan kijken wat het resultaat daarvan is. En op basis daarvan zullen we dan eventueel maatregelen treffen tegen politiemannen die misschien hand- en spandiensten hebben verleend.